twee oefeningen op bijzondere vergelijkingen in R. De rekenregels blijven hetzelfde en zijn ondertussen gekend. 4x min 2 min 8. 2x min 2 plus 2x. Alle termen in x naar hetzelfde lid. En de rest naar het rechter lid. En dan kom je eruit. 0x is, dit valt weg nog van elkaar, 8. 0 is 8. Dat is uiteraard een uitspraak die niet waar is. Dus zeg je, oplossingsverzameling is leeg. En je schrijft erbij, valse vergelijking. Tweede oefening. In het linkerlid hoeft niks te gebeuren. Rechts vermenigvuldigen we. Er staat een min voor de haakjes, dus alles binnen de haakjes verandert van teken. Term in x naar het linkerlid. Term zonder x naar het rechterlid. We rekenen lid aan lid uit. 0x is 0. 0 is 0. Dat betekent dat dus voor deze x hier eender welk reëel getal in kan gevuld worden, zodanig dat je een ware uitspraak hebt. Dus de oplossingsverzameling is eender welk reëel getal. Een onbepaalde vergelijking. Dat was het. Succes!